Het aantal geregistreerde misdrijven en incidenten in Nijmegen over 2016 werd vrijdagochtend gepresenteerd op het stadhuis. Daaruit bleek dat het aantal verwarde personen en straatroven in 2016 toegenomen zijn ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal woninginbraken, diefstal uit schuur en garage, auto-inbraken, autodiefstal en fietsendiefstal is afgenomen. Die cijfers laten in de algemeenheid een gunstige ontwikkeling zien als je 2016 vergelijkt met het jaar ervoor. Ik vind zelf de ontwikkeling bij de woninginbraken nog onverminderd spectaculair. Ik had niet verwacht dat dat nog iets lager zou kunnen zijn, maar het is wel zo. Er zijn ook wel een paar categorieën waar we de aandacht wel moeten geven. Straatroven had een piek vorig jaar naar boven toe helaas. En ook de verwarde personen met verward gedrag, daar zie je dat die stijgende tendens van de afgelopen jaren zich ook nog doorzet. Dat zijn echt twee fenomenen dus waar we de extra aandacht op moeten geven. Ja, we zien inderdaad een stijging van het aantal incidenten rondom verwarde personen. Dat is niet in Nijmegen specifiek, dat is een landelijk beeld. Landelijk is daar ook een aanpak op gegenereerd. Wat is die aanpak? Heel erg belangrijk is dat we aan de voorkant komen van dat probleem, zodat mensen minder in crisissituaties terechtkomen en meer aan de voorkant door zorginstellingen gesignaleerd en ook geholpen worden. En dat is beter voor de patiënt. En daardoor hebben wij er ook minder werk aan en dat hoort ook zo. De echte oplossing zit erin dat we die mensen beter moeten begeleiden, meer zorg bieden, zodat we eerder signalen dat het uit de hand begint te lopen kunnen oppakken en mensen dan ook de goede zorg kunnen geven die ze ook verdienen. De politie heeft met verschillende categorieën, zoals verwarde personen, zwervers en drugsoverlast te maken. En die zaken lopen volgens de politie vaak door elkaar. Dat is voor ons altijd even zoeken van hoe registreren we dat nou. Vandaar dat je ziet van, nou, de ene keer wordt een incident als verward gedrag geregistreerd en de andere keer onder drugs- en drankoverlast. Maar goed, het is net wat de doorslag geeft op het moment dat het incident zich voordoet.